Ben je wel eens over of onderprikkeld op het werk en duurt het jou soms te lang en weet je niet zo goed wat je zou kunnen aanpassen om dat te doorbreken? Deze video geeft uitleg over wat je kan doen als het gaat over je vaardigheden en je uitdaging om onder- en overprikkeling uit de weg te gaan. Nou, ik heb hier al iets uitgetekend op tafel. Ik heb hier een X-as waarin je ziet dat het aantal vaardigheden dat je beschikt, waar je over beschikt, dat dat toeneemt. En op de Y-as heb ik eigenlijk uitgezet van hoeveel uitdaging heeft jouw werk? Waarin hier dus heel weinig en daarbovenaan heel veel uitdaging. Als je de as van de hoeveelheid uitdaging die jij hebt afzet tegen de mate van hoeverre jij je vaardigheden in kan zetten, dan ontstaat er een hele boeiende dynamiek tussen over- en onderprikkeling. Let maar op, als jij een grote uitdaging aangaat, dus je zit hoog op deze verticale as, en je moet er nog het nodige bij leren, maar je weet al wel genoeg, je kan al genoeg om de klus wel aan te gaan. Dan kan je je voorstellen dat je ontzettend enthousiast wordt, want het is nieuw en je kan nog leren. Nou, dat vindt in ieder geval iedere hoogsensitieve HSS hartstikke leuk. Op het moment dat je de klus kan herhalen, dan heb je geoefend, dan neemt je vaardighedenniveau toe. En dan kom je op een punt waarbij de uitdaging als het ware afneemt en jij het gevoel hebt van nou, ik heb alles onder controle. Maar als de herhaling dan toeneemt, dus je gaat het nog vaker doen, dan kan je je voorstellen dat dus de uitdaging steeds minder groot wordt. Dat is eerst dan nog even lekker ontspannen, maar op een gegeven moment raak je verveeld, want je kan ook alles wat voor vaardigheden jij in huis hebt, al jouw talenten, niet meer goed kwijt en raak je verveeld. En als dat dan nog even doorzet, dan raak je zelfs wat apathisch. Dan heb je echt last van kwantitatieve onderprikkeling. Maar op het moment dat jij een uitdaging aangaat en die veel te groot is, dus je gaat op je tenen lopen omdat jouw vaardigheden nog niet voldoende zijn ontwikkeld of getraind, dan kan je je voorstellen dat je hier jezelf zorgen gaat maken en dat er overprikkeling van al je zorgen ontstaat. En als dat dan nog toeneemt, dus de uitdaging neemt toe, dan kan je natuurlijk echt wel in een soort van angst komen. Want deze overprikkeling kun je alleen maar oplossen door natuurlijk te werken aan jouw vaardighedenniveau. Te zorgen dat je bijleert, zodat je er weer enthousiast over kunt gaan worden. En dat spanningsveld van enthousiast zijn, het nog net niet genoeg kunnen, uitdaging is groot genoeg, dan kom je hier in een gebied en dat noemen ze ook wel flow. Dat ligt tussen het enthousiasme en de controle in. Dat ligt op de grens tussen frustratie en plezier, zeg ik altijd. En als je dat hebt, dan ben je natuurlijk in een hele luxe positie, want dan vliegt de tijd, je leert ontzettend veel bij, je bewustzijn neemt toe, maar dat heeft maar ongeveer 15%. Het is al heel erg mooi als je hier in dat enthousiasme belandt, want ongeveer een kwart van de hoogsensitieve personen ervaart dat op het werk. En dat is natuurlijk wel een beetje laag. Ik wil heel graag dat dat wat hoger wordt, want dan kunnen alle kwaliteiten ook tot terechtkomen in deze wereld. En dat willen we natuurlijk. Op het moment dat je merkt van hey, ik zit misschien al een beetje te lang in die comfortabele positie, dan is het dus heel belangrijk om je uitdaging weer te vergroten, zodat je hier wat meer richting het enthousiasme en de flow kunt gaan bewegen. Want als het wel echt veel te comfortabel wordt, dan wordt het natuurlijk weer saai. En dat wil je ook niet. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes hiermee. Een mooie dynamiek tussen uitdaging en vaardigheden. Tot ziens!